In tijden van crisis leert men zijn vrienden kennen. Als ik nu terugdenk aan de oorlogsjaren, dan zie ik dat principiële keuzes maken ook betekent de gevolgen ervan accepteren tot het bittere einde. Het begon in 1940 al in het orkest met de verplichte ondertekening van de niet-Joodverklaring. Ik vond dat een discriminerende maatregel tegen onze Joodse landgenoten. Daar hield voor mij de beschaving eigenlijk al op, dus ik vertikte die ondertekening. In 1942 werd het orkest door de bezetter gedwongen om lid te worden van de cultuurkamer. Dat betekende dat ook alle muzici van het orkest automatisch lid werden van die cultuurkamer. Dat heb ik hardgrondig geweigerd. Ik heb daarop als enige orkestlid ontslag genomen. Je kunt je voorstellen dat me dat heel veel pijn deed. Maar ik moest sterk zijn en sterk blijven. Ik verloor een groot deel van mijn inkomen. Ik kon alleen nog wat illegale huiskamerconcerten spelen bij vrienden en wat privé pianolessen geven. Mijn goede vriend Henri Hermans meldde zich toen plotseling ziek bij het orkest met een zogenaamde oogkwaal. Na de oorlog was die ineens weer beter. Wat een intrieste tijden waren dat.
Thank you.